Albert, je zet je in voor het Global Goal goede gezondheid en welzijn. En wat doe je dan precies? Ik ga fietsen met de mensen, met de rikscha. Het is een internationaal project. Het komt uit Denemarken. En we zijn over de hele wereld actief met fietsen alle jaren. Cycling without age. En hier in Leeuwarden zijn wij 6 jaar geleden begonnen met 1 rikscha. En we hebben nu 4 rikscha's, een hele club vrijwilligers. En hoe is het voor u om mee te gaan? Een feestje. Ik vind het prachtig. Ik kom er vrij weinig uit, hè. Waarom is het zo belangrijk dat dit doel aandacht krijgt? En je hoort de verhalen van de andere generatie. Dat vind ik heel belangrijk. En dat vinden alle vrijwilligers die bij ons vrijwilligerswerk doen, vinden dat mooi. Om de verhalen te horen weer even naar het oude plekje waar ze gewoond hebben of gewerkt hebben. En dat is zo mooi. En weer even onder de mensen. Ja, dat is, vinden we heel fijn. Dat gunnen we iedereen. Waarom zet jij je daarvoor in? Nou, ik werk zelf in de zorg. En ik weet dat sommige mensen komen gewoon nooit buiten. En als je in een verzorgingshuis zit of een ander huis en je hebt geen familie die je lekker meeneemt, dan kom je bijna niet buiten. Dus... Wat zouden mensen vandaag al kunnen doen om bij te dragen aan dit doel? Kijk in de vrijwillige vacaturebank bij Amaryllis. Daar staan genoeg vacatures. En maak je nuttig in de tijd die je hebt.